Vandaag de gast Remy Gieling, tech-optimist, oprichter van AI.nl. Niet negatief te krijgen over AI. Ik heb het geprobeerd het afgelopen half uur. Echt gaat komend half uur weer geprobeerd hoor, Remy. Want we gaan het over twee onderwerpen hebben. Namelijk jouw verwachtingen voor de nabije AI-toekomst en kunstmatige intelligentie in het bedrijfsleven. En ik zeg het een beetje om je te plagen van dat negatief krijgen. Maar hier zie je ook alleen maar grote kansen toch voor het Nederlands bedrijfsleven als het gaat om kunstmatige intelligentie. Ja, we begonnen deze uitzending al met mijn eigen haat tegen dom werk. En ik denk dat AI bij uitstek geschikt gaat worden om heel veel enerzijds die repetitieve taken uit handen te nemen en anderzijds onze creativiteit een boost te geven. Mm-hmm. Ik denk dat het heel erg geschikt is om, waar we in dat voorheen altijd dachten dat het alleen maar mogelijk was om dingen uit het verleden een beetje te analyseren, dat we ook met die systemen die afbeeldingen kunnen genereren, video's kunnen maken, dat ook het creatieve proces heel erg gedemocratiseerd gaat worden. Ja, ik sprak een fotograaf, ik maak ook televisieprogramma's, die kwam naar de andere kant van de wereld gevlogen voor een programma dat ik daar aan het presenteren was. Persfoto's kwam je daar maken. Zei, dat doe ik nu nog. Over 5 jaar bestaat deze baan niet meer. Hoef ik niet meer naar de andere kant van de wereld te vliegen. Dat kan AI beter dan ik. Ja, dat is een beetje de vraag. Wat voor werk je dan uiteindelijk aan het doen bent? Ik denk als je een foto kan maken van gewoon jouw portret. Dat is mijn portret in een tropische achtergrond. Ja, daar hoef je niet voor nog maar een vliegtuig te stappen, maar toch? Dat kan vandaag de dag, dat kon een paar jaar terug ook al. Als je jou voor een greenscreen zou zetten, of in Burger Zoo. Ja. Dan had je hetzelfde plaatje kunnen genereren. Breng ze niet op ideeën, René. Nee, maar ik had het van de week ook over. We hadden inderdaad ook een event. En een van de fotografen daar. Nou, je hoeft daar. Dat is nou precies een vakgebied wat niet weggeautomatiseerd gaat worden. Nee. Mensen die samen gaan komen. En die daarvan, en van die samenkomst van de mensen op het podium, in de zaal. Dat is precies jouw vak, beschrijf je nu. Dat is dan het enige vak dat niet gaat verdwijnen. Nee, die foto's. Ik dacht, wat jij doet op een podium, praten over AI, dat juist niet verdwijnt. Ja, daar kunnen we nog wel even over bakkeleien. Maar ik denk, die foto's daar, die moet je daar live maken. Precies. Accountants. Hoe lang hebben die nog? Nou, ik denk dat accountants nog een heel lang bestaansrecht hebben. Ik denk alleen dat de saaie taken, de kleine klusjes, die zullen meer en meer worden geautomatiseerd. Ik maak vaak de vergelijking tussen. Het is een beetje waar we vandaag de dag staan. De begindagen van het internet. Mm-hmm. De beginjaren 2000. Nog, AltaVista.nl, startpagina. Ja. Netscape Navigator. En in die tijd waren natuurlijk ook heel veel mensen, heel veel webdevelopers bijvoorbeeld, webdesigners, die heel veel geld hebben verdiend in die tijd aan allemaal websitejes te maken voor ieder MKB-bedrijf die in één keer een website nodig hadden. Ja, is nu niet meer nodig. Hetzelfde gaat denk ik gebeuren bij heel veel vakgebieden, waarbij die kleine klusjes, die zullen geautomatiseerd gaan worden, willen ze worden ondersteund. Vandaag de dag hebben we WordPress of Wix.com. Je kan het je zo gek niet bedenken. Iedereen kan een website in elkaar klussen. Hebben we de webdevelopers weggeautomatiseerd? Nee, zeker niet. Nee, die zijn andere dingen gaan doen. Die zijn veel complexere websites gaan maken. Maar help de BNR-luisteraar die nu denkt, oké, er komt kunstmatige intelligentie aan. Die is misschien nu vandaag, maandag, zondag, wat later naar kantoor gegaan. Help ze eens mee. Welke banen gaan echt veranderen of verdwijnen in de komende tijd door kunstmatige intelligentie? Welke sectoren moeten we aan denken gaan er echt door geraakt worden? Ik kan geen baan verzinnen die niet geraakt gaat worden door kunstmatige intelligentie. Er allemaal mee te maken. We krijgen er allemaal mee te maken. Als je gaat kijken welke gaan echt verdwijnen, dan zal het in ieder geval op korte termijn zullen dat er een aantal zijn waarbij in ieder geval minder mensen nodig zijn. Ik denk dat de customer service industrie, de helpdesk afdelingen van bedrijven, dat daar minder mensen voor nodig zijn. Enerzijds zullen we gaan zien dat gewoon die chatbot technologie, die is echt razendsnel aan het verbeteren, waar we inderdaad echt tot een paar jaar terug nog iedere dag ruzie hadden met de bol.com chatbot. Ja. Zijn die taalmodellen nu zo goed dat ze echt in staat zijn om een groot deel van de vragen te beantwoorden? Dus 80% kun je dan misschien kunnen door een chatbot kunnen laten doen, zodat de echt complexe vragen, 20%, nog door mensen afgehandeld kunnen worden. Nou, die systemen zijn ook steeds beter in staat om het per voice te doen. Dus die kunnen misschien ook de telefoontjes deels afvangen. Dus de klantenservice alleen gaat niet verdwijnen. Het zal alleen inderdaad veel. Er zijn minder mensen nodig. Tegelijkertijd, als je kijkt naar de arbeidsmarkt. Voor mij is er geen beroep te verzinnen waar er niet om mensen geschreeuwd wordt. Dus het is niet gezegd dat mensen bedoeld zijn om hun levensdagen met zo'n koptelefoontje op in een broeierig callcenter door te brengen. Nee, de horeca, want daar zoeken ze heel veel mensen, bedoel je, te zorgen. Horeca, je kan het zo gek niet bedenken. Mensen zijn nodig. Ja. Wat jij schetst is een wereld waarin wij creatiever kunnen zijn als mensen. De basisdingen, de basistaken, de repetitieve taken die je beschrijft, die gaan verdwijnen. Zijn we allemaal creatief genoeg? Mooie filosofische vraag. Zijn we allemaal creatief genoeg? Ik denk,
in de basis ben ik wederom... Ja, het is een grote Hosanna-uitzending bijna. Klein beetje, ja. Denk ik wel. Kijk, waar wij misschien af en toe... ik had van de week hadden we onze boeklancering inderdaad bij Skybox. En daar zit Ron Simpson achter. De ondernemer die ook onder andere achter de Avocado-show zit. En die beschreef denk ik heel mooi. Dat hij zegt, ja, ik kan in mijn hoofd kan ik altijd wel mooie liedjes bedenken. Of ik kan mooie... Ik kan mooie melodieën bedenken, maar ik kan het niet uitwerken. Nee. Of ik kan iets visueels kan ik wel bedenken, maar ik heb niet de techniek en ik heb niet de jaren erin gezet om dat ook echt op papier te krijgen. Deze technologie van AI gaat ervoor zorgen dat die ideeën die we met z'n allen hebben, misschien om iets visueel te representeren of om iets in muziek uit te beelden, of weet je, ik kan het zo gek niet bedenken, misschien wel een film te maken waar we niet de kennis en ervaring hadden om die camera te bedienen en hoe we dat met licht moeten doen, om de ideeën die we hebben op een hele toegankelijke manier toch tot leven te kunnen laten brengen. En dit klinkt natuurlijk heel een beetje abstract, hè, dat we misschien straks in staat zijn om ook een liedje te maken, of een kort filmpje te maken die misschien wel de Hollywood-kwaliteit een beetje lichtelijk kan evenaren. Maar dat kan je natuurlijk ook op werk verzinnen. Hè, dat we met z'n allen best wel zouden willen om een hele mooie, hele goede presentatie te maken om onze idee die we hebben voor het plan dat we willen pitchen bij de directie. Dat we dat wel in ons hoofd hebben, wat we willen maken, maar dat we eigenlijk niet de vaardigheden en de designkennis hebben hoe we dat ook echt in een hele mooie PowerPoint zouden moeten zetten, bijvoorbeeld. Of wat voor visuals we daarbij moeten maken. Ja. Of wat voor teksten we moeten schrijven om dat echt krachtig over te brengen. Nee, dus op die manier kun je het inzetten. Maar nu neem ik je even mee naar, zeg Zutphen, de personeelsafdeling van de machinebouwfabriek daar. Jij beschrijft nu werk waarin je heel veel creativiteit kwijt kan of kwijt wil. Jouw eigen werk is ook je hobby, denk ik. Dat vind je ontzettend leuk. Er zijn ook mensen die werk gebruiken om geld te verdienen. Ja. Punt. Daar zit ik aan te denken. Die mensen, op wat voor manier krijgen zij dan te maken met kunstmatige intelligentie? Behalve dat hun baan misschien gaat verdwijnen. Wat je ziet is dat een bedrijf, maar ook een afdeling of zelfs een functie, die bestaat... Wat is het? Ja, het is eigenlijk een aaneenschakeling van allerlei taken wat we aan het uitvoeren zijn, toch? Het is, in een organisatie zijn misschien wel 10.000 taken die iedere dag worden uitgevoerd. Dat is werken, taken uitvoeren, ja. Precies. En veel mensen in ieder geval. En wat je zal zien is dat in heel veel van die taken zit een mate van repetitief werk. Of een bepaalde mate van... Waar sommige mensen zich prettig bij voelen, hè? Dat kan jij je misschien niet voorstellen. Ja, maar precies, oké, daar kan ik inkomen. Daar kan ik inkomen dat mensen de status quo fijn vinden. Dat is ook, dat is menselijk, ja. Denk ik alleen maar. Dat we verandering is een beetje spannend. Hè, want we weten niet wat de toekomst dan gaat brengen. Maar als je... En nu denkt die baas, ik ga toch eens even kijken hoe dat zit met die AI. Ja, maar dat is denk ik alleen maar goed. Kijk, als je de laatste... Niet voor die mensen op die afdeling personeelszaken van de machinebouwfabriek in Zutphen waar we het over hadden. Nou, als je... Je afvraagt wat. Nemen die. Je begint nu te wankelen, Remy. Ik zie het gebeuren hier. Nee, de optimist. Ik ben aan het kijken van wat doen die mensen dan? Hè, als je in zo'n personeel. Ja, maar. Samen op een afdeling. En ja, dan om 12 uur met z'n allen lunchen. Want ik bedoel, voor veel mensen is dat het werkzame leven. Nee, dat ze werk is onzin. Want ze zijn taken aan het uitvoeren. Zeg je nou dat werk onzin is? Nee. Het concept wat je nu beschrijft, ze zijn aan het werken. Nee, ze zijn niet aan het werken, ze zijn taakjes aan het uitvoeren. Ja. Dat is een aaneenschakeling van die taken, dat is het werk. Het is niet gezegd dat als een aantal van die taken worden geondersteund door middel van kunstmatige intelligentie, bijvoorbeeld het maken van de planningen, het maken van de vakantieroosters, dat een algoritme daar een voorzet voor doet, een suggestie voor geeft, wat de beste indeling zou kunnen zijn. Ja. Dat ze daar zelf naar kunnen kijken. Van, oh ja, daar zitten misschien wat uitzonderingen in. Wij gaan hier nog wat aanpassingen maken. Maar dat de eerste aanzet wordt gemaakt, want dat is denk ik wat als eerste gaat gebeuren. En dat je daarop kan voortborduren. Exact. Ja. Ook Art Rooijakkers vind je in de BNR-app. Zeker, je kunt live de Big Five luisteren. De BNR-app met breaking news. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder Boekenstein en De Wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.